Wat stilte in de zaal. Yes, dank u wel. Ik ga zo meteen de heer Max de Ploeg naar het podium roepen. Hij is medeoprichter van Stichting Arales. Een pan-decoloniaal, ik heb heel veel geoefend vanmiddag, netwerk en organisatie in Amsterdam toegewijd aan herstel van wat het kolonialisme heeft aangericht. Hij komt zo meteen spreken over een aantal onderwerpen die ook de avond gaan aansnijden. Zoals onze gedeelde geschiedenis, verschillende culturele perspectieven en natuurlijk het voedsel vanuit een decolonisatieperspectief. Mag ik alsjeblieft een applaus voor Max de Ploeg? Dankjewel. Misschien wel. Ja, deze doet het ook. Dankjewel. Dankjewel en fijn dat jullie hier bij elkaar zijn gekomen om te eten. En ik weet dat het namelijk ook voor de organisatie niet makkelijk was om jullie bij elkaar te brengen. Want het evenement had eigenlijk twee jaar geleden of zo plaats moeten vinden tijdens die COVID-periode. Dus ik wil ook echt een applaus voor de organisatie voor hun volhardendheid dat ze dit hebben doorgezet. Want soms beseffen we het niet wat je allemaal achter de schermen moet doen om iets gedaan te krijgen. En ik denk, nou ja, in de gesprekken toen Ta en ik, wat oorspronkelijk zou het ook op 5 december zijn. En was het thema ook gerelateerd aan World Soil Day. Dus ja, dat heeft de UN uitgeroepen. De dag dat we ons moeten gaan geven om de aarde, de soil, waar het landbouw op gedreven wordt. Dus daar heb ik ook eigenlijk mijn praatje aan gewijd, want het voedsel dat we eten komt van de grond. En hoe gaan we daarmee om? En wat zijn de verschillende perspectieven hoe we die kunnen benaderen vanuit de verschillende culturen die de mensheid rijk is. En zoals het daar zijn, we zijn heel veel vergeten eigenlijk. Heel veel kennis gaat ook verloren en heel veel kennis is ook nog niet vergeten. En daar ga ik eigenlijk vooral ook me op richten. En in de gesprekken, wat ik ook mooi vond in de bijdrage voor rechtvaardigheid, voor decolonisatie, zijn er verschillende benaderingen. En in Nederland hebben we het vaak over, weet je wel, een seat at the table, gelijke rechten enzovoort. Je hebt het Zwart Manifest. En ik vond het wel mooi wat jullie een keer zeiden tijdens de presentatie van de African Calendar. Zeiden van, ja, eigenlijk ben ik niet zwart. Die identiteit is begonnen bij het schip. We komen uit Afrika. En what about de geschiedenis van wie we echt zijn, voordat het schip arriveerde? En ik denk dat dat ook, als je bezig bent met decolonisatie, is een fundamenteel vertrekpunt hoe je naar de geschiedenis kan kijken. En als je ook kijkt naar de tijdkaart van hoe lang we bestaan als mensheid, als mens, van de menselijke tijdlijn. Ik ga even kijken of die laser werkt. Nou, je ziet die rode pijl daar. Dat is ongeveer waar kolonialisme begon. Dus eigenlijk in de menselijke geschiedenis is het een hele kleine doorbreking van de menselijke diversiteit die we rijk zijn. We spreken wereldwijd meer dan 6.500 talen. En ik spreek nu Nederlands. Mijn culturele erfgoed is Armeens, Joods, deels ook Nederlands. Maar de taal die ik moet spreken om met jullie te kunnen communiceren is Nederlands. Ofwel Engels, Portugees, Spaans, dat zijn de globaal gemaakte talen. En je kan soms in een land zitten waar meer dan 100 talen worden gesproken, maar de officiële taal van het onderwijs, dat zal een van deze 5 koloniale talen zijn. En die erfgoed is niet uit de lucht komen vallen. En dat is ook precies waardoor we zoveel zijn van gaan vergeten. Zoveel kennis zijn kwijtgeraakt. En we hebben natuurlijk recent het excuses gehad van de heer Rutte. Ik ga niet in op wat ik vind van het excuses. Ik denk dat er verschillende meningen over zijn. Maar ik heb wel gekeken naar waar het over gaat. En eigenlijk wordt de bevrijding vaak gefocust op de fysieke bevrijding en de afschaffing van het slavernij. Maar het heeft natuurlijk ook een mentale erfenis achtergelaten. En hoewel 1863, 1873 nu steeds meer bekend is, hè, wie kregen de compensatie, hoe zijn de gesprekken gevoerd. Maar een ander stukje van het beleid is minder licht opgeschenen van wat ik heb kunnen opvangen van de stukken die erover zijn geschreven. En dat is de bewuste kolonisatie van de geest die na de slavernij is geïmplementeerd. Want Nederlands was als taal, bijvoorbeeld als we het hebben over Suriname, eerst verboden voor de tot slaaf gemaakte om te leren. Dat was voor een andere klasse. En wat ze dus juist deden nadat de afschaffing er was in 1876, is voor het eerst in Nederland, dat was nog voordat het op Nederlands grondgebied zelf is ingevoerd, kwam de leerplicht. Dus in 1876 kwam de leerplicht, moesten mensen verplicht
Naar het onderwijs werd de Nederlandse taal opgelegd, werd het Sranang Tongo juist verboden. Winti werd verboden voor meer dan een eeuw. Christendom opgelegd. Mensen waren verboden om te migreren. Et cetera, et cetera. Dus er vond een bewuste omscholing plaats. En in die tijd werd ook wel eens gesproken van ze moeten omgeschoold worden tot vrije arbeiders. En ik ga niet herhalen wat het parlement op welke voet zij dat hebben beredeneerd. Maar wat je dus eigenlijk ziet is de vrijheid van de culturele identiteit die de mensen met zich meedroegen, die moest afgeleerd worden. Zodat ze wel nog functioneel konden zijn in de kapitalistische samenleving die we hebben. Het heet ook een emancipatiewet, geen vrijheidwet. Er werd niet gezegd, je bent vrij om te gaan, om te staan waar je wilt. Je bent vrij om te denken. Je bent vrij om wie te zijn wie je wil zijn. Het is een emancipatiewet. Je moet emanciperen tot de witte mens. Dat was het gedachtegoed vanuit de beschavingsmissies. Dat is geen vrijheidswet. En ook geen wet van herstel. Want het enige herstel die plaatsvond was het monetaire herstel voor de slaveneigenaren die hun eigendom verloren. En dit is ook hoe de verschillende keukens uiteindelijk ook samen zijn gekomen in Suriname. Ik denk voor de Surinamers hier natuurlijk bekend. Maar de contractarbeiders is daarna ingesteld om het plantagesysteem wel op gang te krijgen. Daar is wel rekening mee gehouden. En daarmee zag je dat ook de verschillende keukens zijn meegenomen. Die straks ook, nou ja, jullie borden rijk zijn. En ik denk dus dat het belangrijk is dat we, als we gaan decoloniseren, eigenlijk gaan nadenken. Al die talen, culturen, gedachtegoeden die verboden zijn gemaakt, ondergeschikt zijn gemaakt aan het Nederlands, het Engels enzovoort. Wat als we hadden geluisterd? Wat hadden we kunnen horen? Wat hadden we misschien kunnen leren? En dat is eigenlijk waar ik vanavond naar geïnteresseerd ben. En om verschillende voorbeelden, en wat ik al zeg, ja, 6.500 talen. Dus ja, je kan niet alle culturen afgaan. Dat is onmogelijk. De wereld is te rijk. Ik wil ook niet doen alsof alle culturen mooi zijn. De een heeft misschien ook zijn eigen probleem. Ik wil dat ook niet romantiseren. Maar er zijn wel heel veel mooie voorbeelden te vinden waaruit je inspiratie kan halen. Een voorbeeld is vanuit Noord-Amerika. Heb je verschillende inheemse die zien eigenlijk de natuur als hun teacher, als hun leraar. Dus bijvoorbeeld de bever als dier is een elder. En wat is er mooi aan de bever? Wat leert de bever hen? De bever heeft tanden en die groeien continu. Dus hij moet continu knagen en aan het werk zijn om die boomstammen zeg maar om te hakken. En daar dammetjes van te bouwen, want als hij dat niet doet, worden de tanden zo lang dat hij niet meer kan eten. En dan vergaat hij van de honger. Dus zijn sole purpose is om eigenlijk aan het werk te zijn in de natuur. En de dammetjes die hij maakt, dragen bij aan het ecosysteem. Daar kunnen visjes eieren leggen, de rivier maakt een bocht, waardoor daaromheen de bomen kunnen ontstaan. Als de bomen ontstaan, kunnen de vogels daar hun nestjes leggen enzovoort. Dus de bever is cruciaal. Een van de belangrijkste vragen die zij zich ook afstellen als je ouder wordt. Net als wat Chow zei, eerst geef je terug aan de aarde voordat je iets neemt. Ook een culturele principe. Wat is jouw rol en bijdrage aan het ecosysteem als je ouder wordt? Aan de balans, de harmonie. Ze denken, dat zag je ook net in de kultroenceremonie, intergenerationeel. Je kijkt 7 generaties terug, je kijkt 7 generaties vooruit. Dus hoe ga je met het land om dat de volgende generaties er ook van kunnen genieten? Ander voorbeeld is een heel mooi boek ook van Patrice Malidoma-Somme. In hun kosmologie, hun levensvisie op de natuur, is eigenlijk de mens ondergeschikt. Hè? In het westerse denken zijn wij de superieuren, want wij hebben de macht om te domineren. Om te bepalen wat er gebeurt. Daarin wordt de superioriteit bepaald. Zij zeggen, eigenlijk zijn wij als mensen ondergeschikt aan de planten en dieren. Waarom? Planten leveren het leven voor de dieren. En wij eten daarna de dieren. En daarna komen wij pas. Dus degene die het leven geeft aan anderen, die staat bovenaan de voedselketen. En daar moeten we zorg voor dragen. En als mensen moeten wij continu proberen te herinneren wie we zijn als mens. En dat is een uitdaging. Ik ga die laatste even overslaan. Voor de tijd. Als het gaat om World Soil Day, wat ik eerder noemde als thema, en als je vanuit andere principes omgaat met de natuur en wat je kan leren van de natuur, en landbouwsystemen die eigenlijk voor onze koloniale landbouwsystemen zijn voorgegaan en nog steeds ook bestaan, maar steeds meer onder druk komen te staan, is een grote inspiratie voor mij is eigenlijk Vandana Shiva. Zij komt uit India, met specifiek Punjab. En is eigenlijk daar een landbouwactiviste. En echt een giant, zeg maar. Wat misschien voor het feminisme uit de VS bell hooks is. Dan zou zo'n giant is zij, zeg maar, voor die beweging op globale schaal voor landbouw.
Zij zegt eigenlijk in Nature's Economy, the currency is not money, it is life. Het is het geven van leven. En je ziet ook in traditionele landbouwsystemen dat eigenlijk alle elementen, dieren, insecten en planten samenwerken om te zorgen dat je landbouw kan bedrijven op een manier. Ik zal even een kolonist citeren uit Engeland die in India aankwam en toen omschreef aan zijn metgezellen in Engeland wat hij daar heeft geobserveerd. The agricultural practices of the Orient have passed the supreme test. They are almost as permanent as those of the primal forest, of the prairie and of the ocean. It is wonderful to how much is known of rotation, the systems of microbes and following. Certain it is that I at least have never seen a more perfect picture of careful cultivation combined with hard labor, perseverance and fertility of resource. I may be bold to say that it is much easier, that it is a much easier task to propose improvement in English agriculture than to make really valuable suggestions for that of India. Hij zegt eigenlijk voor de mensen die geen Engels kunnen, hij kwam een landbouwsysteem tegen die de test van tijd heeft doorstaan. Hun landbouwsysteem is zo oud als de bossen, de oceaan enzovoort. En eigenlijk kunnen wij meer van hun leren in Engeland dan dat wij andersom iets te brengen hebben. En wat je ook ziet, bijvoorbeeld de Subak landbouwsysteem in Indonesië, Bali, zie je ook dat alle elementen eigenlijk samenwerken. Waarin de rijstvelden vissen zitten, de vissen poepen weer, daar eten de planten weer van. Je hebt libellen, die eten weer andere insecten die niet welkom zijn, enzovoort, enzovoort. Je ziet eigenlijk continu een harmonie. En een ander mooi voorbeeld is, ze noemen dat ook de Three Sisters. Die komt van de Native Americans uit Noord-Amerika. Waarin je ziet dat de korn... Ik kan even het Nederlandse woord en niet mais, exact. Mais, de bonen en squash, dat zijn dingen als courgettes en pompoenen. Eigenlijk samenwerken. En ze hebben een soort systeem, je ziet daar CCQS. Maar eigenlijk wat ze doet, de korn zit in het midden, die geeft de structuur aan de bomen, zodat de bonen zich kunnen opklimmen. Maar de bonen die kunnen weer stikstof uit de lucht halen, zetten dat de grond in, waar de andere planten weer van gebruik kunnen maken. Maar naast dat de mais ook structuur geeft, geeft het ook schaduw. Want sommigen kunnen minder goed tegen de zon. Dus die groeien daar weer onder. En degenen die daaronder groeien, die voorkomen weer dat onkruid ruimte krijgt. En die zijn ook een goed thuis voor insecten. En die insecten zijn ook weer een bijdrage. Dus zo zie je eigenlijk een heel complex van samenwerking en wederkerigheid tussen de verschillende planten. Waardoor de grond gezond blijft en je eigenlijk geen dingen van buitenaf nodig hebt. En wat veel mensen niet weten, en dat, ja, sommige dingen, we hebben vaak, hè, als dingen rondom activisme ons het nieuws bereikt, zijn we vaak VS-centrisch. Dus wat er uit Amerika komt overwaaien, dat krijgen we mee. Maar wat we bijvoorbeeld niet hebben meegekregen in India, was dat in vlak voor de COVID, in 2020, er 250 miljoen boeren gingen staken. Dat is echt een enorm getal. Waarom gingen zij staken? Dat is eigenlijk dat wederkerigheidssysteem van landbouw die de tijd van het bos daarin kon in cycle kon bewegen. Die zijn ze eigenlijk steeds meer en meer zijn kwijtgeraakt. Omdat is omdat we ze afhankelijk zijn gaan maken van westerse bedrijven als Monsanto, Bayer, die na de Tweede Wereld eigenlijk met de opkomst van het Amerikaans imperialisme ze afhankelijk hebben gemaakt van subsidies van externe factoren. En een voorbeeld van een boer hoe ze failliet gaan. Ze moeten genetisch gemodificeerde zaden halen. En dan doen ze monocropping. Dus je maakt een monocultuur. Je doet niet een samenwerking tussen planten of een diversiteit. Je gaat één crop doen. Nou, dan kunnen er makkelijk ziektes ontstaan. Want je hebt geen variëteit in je gewassen. Vervolgens moet je van dezelfde bedrijf pesticiden kopen. Gifgassen. Om daar de boel te vergiftigen voor die pesticiden. Vervolgens raakt je grond uitgeput. Want je hebt geen diversiteit. Dus kan je ook bij hetzelfde bedrijf de fertilizer kopen. Nou, omdat de zon te fel schijnt, moet je vervolgens nog dieper gaan graven en het water raakt opgeput, enzovoort, enzovoort. Dus ze raken in een neerwaartse spiraal, in de schuld, raken hun land kwijt. En je ziet een landbouw-ecosysteem die gewoon al honderden jaren uit is, wordt gewoon vernietigd. En dit is ook waarvoor ze de straat op zijn gegaan. Als het gaat om landbouw, ik denk dat we niet
kunnen begrijpen hoe fundamenteel het is dat we begrijpen waar ons voedsel vandaan komt. Wat we niet doorhebben als we in Europa zitten, is dat eigenlijk, en dat is natuurlijk door het koloniale systeem ontstaan, dat wij afhankelijk zijn van alle importen. Dit luxe leven is niet gebaseerd op wat wij verbouwen in Nederland. Niet van de grondstof van hier. Het moet ergens vandaan komen. En de planeet is ook niet groot genoeg voor iedereen om volgens ons leefsysteem te leven. En wat het kapitalisme ook heeft gedaan, is waar mensen in commons eigenlijk, dus gemeengoed, samen land beheren, dat privaat bezit wordt en worden onteigend. Maar wat mensen niet weten is dat momenteel nog steeds 2,5 miljard mensen wereldwijd, en die spreken we hier eigenlijk niet, daar eten we niet samen mee aan tafel, die zijn ergens ver weg, nog steeds leven in die landbouwsystemen, in gemeenschap, zonder een duidelijke eigenaar. En zij zijn direct afhankelijk van het land. Zij beschermen meer dan 50% van het landoppervlakte, waarbij meer dan 80% van de biodiversiteit nu ook behouden is op inheems grondgebied. Want ze hebben het niet in een monocultuur of een McDonald's of een snelweg of een stad omgetoverd waar ze zitten. En je ziet dat hun land eigenlijk niet erkend is. Dus slechts 10% van al deze mensen die in de commons leven, die 2,5 miljard mensen, slechts 10% heeft juridische erkenning dat het hun land is. Want ze hebben geen duidelijke eigenaar. Om even de mechanismen te snappen, als je geen Nederlands of Engelstalig juridisch papiertje hebt bij dat westerse rechtssysteem, en jij spreekt dus die taal misschien niet eens, dat betekent dat jouw land verkocht kan worden aan een multinational zonder dat jij het weet en vervolgens verdreven kan worden van je land. In 80% van de gevallen gebeurt het dus ook zonder consent. En je ziet hier ook een mooie afbeelding die dit illustreert, dat de Spaanse kwamen bezetten en later was het de ME, maar eigenlijk is het mechanisme dezelfde. Je wordt van je land verdreven en het wordt onmogelijk gemaakt om je cultuur voort te kunnen zetten. En dit maakt 1/3 van de wereldbevolking dus ook kwetsbaar voor landonteigening. En je ziet dus ook eigenlijk dat die kleinschalige boeren het meeste voedselvoorziening in het globale zuiden voorzien van de mensen daar om te kunnen eten. En op maar slechts 12% van het landbouw produceren zij 80% van het voedsel die de mensen dagelijks eten. En ondertussen, voor het veevoer, voor ons dieet, vlees enzovoort, maar ook biofuels, dingen die shampoos, maakt niet uit. Je hebt hele palmolieplantages om luxe producten te maken. Heel veel landbouwgrond waarvoor bossen worden gekapt, waardoor we nu in een klimaatcrisis zitten, is eigenlijk voor luxe, het luxe leven die we hier leiden met onzichtbare slachtoffers in de plekken ver weg, zoals we dat kennen onder het kolonialisme. Ik denk dat ik het daarbij ga laten. En wat ik eigenlijk wil meegeven is, en ik heb hier het antwoord niet op, hè. Ik drop gewoon een vraag en misschien kunnen jullie tijdens het eten er verder op door voortborduren. It's a food for thought, zoals Ta zei. Hoe kunnen we eigenlijk, want bepaalde dingen kunnen we niet kopiëren. We leven nou eenmaal in een urban setting. Maar wat kunnen we meenemen? Hoe kunnen we het relevant maken voor hier om op een andere manier te relateren aan onze omgeving, de natuur, elkaar? Opdat we eigenlijk de manier van leven niet herhalen zoals we dat de afgelopen 500 jaar ons is aangeleerd. Met die food for thought wil ik hem eigenlijk afsluiten. Dank jullie wel voor het luisteren. Dankjewel Max voor je woorden. Mag ik nog eenmaal geluid voor Max? Want dat zet je natuurlijk wel eventjes aan het denken waar ons eten vandaan komt. En inderdaad, we hebben onmogelijk genoeg grond in Nederland om voor iedereen zelf alles te verbouwen. Dus het komt ergens vandaan. En om daarover na te denken is natuurlijk altijd belangrijk.